Hoi, hoi allemaal. Hey, kijk jullie mee in mijn nieuwe huis? Ik heb een super cool huis. Hebben jullie er zin in? En ik ben helemaal niet alleen, want hier woont nog iemand. Hallo, hier ben ik, beneden. Kom maar, ga mee. Ik neem jullie mee naar mijn slaapkamer. Hier slaap ik meestal. Hey, maar daar staat ook een ander bedje. Wie slaapt er dan naast jou? Haha, mijn kat. Ik heb ook een huisdier. Dat is haar bedje. Zo. Oh, en ik zie dat je daar onder jouw bed ook een schuif hebt. En ze zit denk ik heel vol. Ja, inderdaad, dat klopt. Ik zal eens even kijken. Oh, ik heb hier van alles in zitten hoor. Ik heb hier bloemetjes. En horen die bloemetjes dan niet buiten? Eigenlijk wel. Ik heb heel veel bloemetjes. Maar soms heb ik het zo druk. Ja, en dan verstop ik ze gauw onder mijn bed. Oh, maar kijk. Ik heb hier een supermooie handtas. Oh, deze wil ik wel eens zien. Kijk maar. Oh, ik ga deze aandoen. En ik moet mij een beetje haasten. Want ik ga namelijk naar de kapper. Ik ben mijn haarkleur zo beu, dus ik kan maar beter een andere kleur kiezen. Gaan jullie even mee naar de badkamer? Graag, is goed. Oké, kom maar mee. Zo, hier is mijn badkamer. En ik heb een hele grote spiegel. En mogen we ook eens een kijkje nemen in jouw kast? Natuurlijk mag dat. Tandpasta? Oh, komt goed uit, want ik moet ook mijn tanden nog poetsen. Leg het hier maar neer. En zit er misschien ook iets in die andere kast? Ja hoor. Een borstel? Ja, geef mij de borstel maar. Ik ga nog even gauw mijn haren kammen. Zo. En dan kan ik vaarwel zeggen tegen mijn haarkleur, want ik wil zo graag blond zijn. Oh, dat lijkt me zo mooi. En hier is nog een beetje parfum. Doe maar lekker veel op. Ik ruik graag lekker. Oké. Zo. Wat gaan we nu doen? Even denken. Als ik mijn tanden gepoetst heb en ik heb me mooi gemaakt, oh, dan wil ik nog gauw even iets lekkers eten. Oké, zullen we dan naar de keuken gaan? Ja, ik zie jullie daar. Tot zo. Hey. Zo, nu ga ik eventjes iets lekkers klaarmaken. Wel niet letten op de rommel hoor. Want ja, ik moet eigenlijk nog even de afwas doen. Denk dat jouw kat misschien ook wel een beetje hongerig is. Oh, juist. Ze heeft nog niet gegeten. Wacht even, Snoesje. Heb je misschien zin in een lekker stukje vis? Mauw. Hier. Mauw, mauw. Oh, en ik zie nog iets. Hier, dat krijg je ook. Wauw, niet lekker. Oei, oh, ik zie het al, ik vergis me. Dit is voor de hond. Oh nee, wat stom van mij. Oké, nu ga ik gauw eventjes iets nemen om te drinken. Zo, daar is mijn drinken al. En nog eventjes iets om te eten. Dit heeft mij zo gesmaakt. Mauw.
Nee, je kan echt niet mee naar de kapper. Wacht, ik zal jou even op jouw plekje leggen en dan ga ik vertrekken. Zijn jullie benieuwd naar mijn nieuwe haarkleur? Oké, ik stel voor dat we naar jouw mandje gaan en dan zal ik vertrekken. Tot zo, ik zie jullie boven. Oh, wat een superleuk plekje is dat. Ja hoor, hier ligt ze eigenlijk het liefste. En het beweegt. En van al dat wiegen zal ze wel heel snel slapen. Oké, Snoesje, ik ben ermee weg en ik zie je zo. Ik hoop dat je me nog wel gaat herkennen. Mauw, tot zo! Even later ging de bel. Ik denk dat ze terug is van de kapper. Nu ben ik wel heel benieuwd om haar haarkleur te zien. Doe, 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 doe. Even mijn tas binnenzetten. Zo. Oh, oh, jullie zijn er al. Hey, herkennen jullie me nog? Ik ben blond, net zoals ik wou. Oh, wat ben ik blij. Zo. Je ziet er super mooi uit. Maar wacht eens even. Ik vind dat er nog één klein ding ontbreekt. Oh ja? Wat dan? Een heel mooi speldje. Dat maakt het helemaal af. Oh, goed idee. Zo. Wauw. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik denk dat ik wat vriendinnen opbel en samen op stap ga. Dat lijkt me een superleuk idee. Veel plezier en dankjewel dat we even mochten binnenkijken. Daag!